Mensen van het goede leven, mijn naam is Kimble en welkom bij de Kickbox Podcast. De podcast waarin ik je alles vertel over de events en de vechters omtrent het kickboxen. Voor iedereen die de sport op de voet volgt of af en toe kijkt. Ja, allereerst de beste wensen natuurlijk. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne jaarwisseling hebben gehad. Ja, we kijken terug op een mooi kickboxjaar met verschillende evenementen, mooie gevechten, topvechters, opkomende talenten. Ja, er zit heel, heel wat moois tussen. En uh, we zijn natuurlijk begonnen aan het nieuwe jaar 2023 en ik verwacht dat dit jaar uh, alleen maar beter gaat worden. En uh, het mooie is, er zijn al evenementen aangekondigd. Dan denk ik aan een Glory 83, een K1K Vesta uh, en Fusion Rise hebben ook al wat evenementen aangekondigd. Een Glory Rivals 5 in Mexico is ook al aangekondigd. Dus het jaar begint, uh, begint al gelijk goed. Maar daar zijn we vandaag niet voor gekomen. Vandaag hebben we namelijk een programma staan... Iets heel moois, iets wat ik vorig jaar ook heb gedaan. Ik ga namelijk het beste van het afgelopen jaar bespreken. Nou, ik heb dus ook een aantal categorieën waar ik ze in opdeel. De categorieën zijn opkomend talent van 2022, knockout van 2022, het beste event van 2022, de beste vechter van 2022 en het mooiste, beste gevecht van 2022. Daar gaan we zo meteen op verder. Maar voordat ik begin... Het zou top zijn als je me wil volgen op Spotify, Apple Podcasts, uh, YouTube, Instagram, Twitter. En daarmee help je de podcast natuurlijk groeien. En dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste afleveringen van de Kickbox Podcast. Maar laten we gelijk beginnen met de podcast. Met het onderwerp. Met het beste van het afgelopen jaar, 2022. Yes, we gaan beginnen met het beste van 2022. Ja, ik, uh, ik heb enorm veel plezier gehad met uh, het voorbereiden. Van deze podcast. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel gevechten geweest in het afgelopen jaar. En uh, ja, natuurlijk. En dan. Ja, soms dan vergeet je wel eens even. Dat er een gevecht heeft plaatsgevonden. En dan het leuke aan een terugblik is. Dat je dan weer terug gaat kijken naar. Welke gevechten zijn er allemaal geweest. Welke evenementen zijn er geweest. En dan kom je toch wel wat mooie pareltjes weer tegen. En uh, ja, dat, dat vind ik dus hartstikke leuk. Zeker als kickbox fan. Ja, kan niet genoeg zijn hè. Ja, zoals gezegd. Een aantal categorieën waar we stil bij gaan staan. Ik zal eerst een aantal. Uh, hoogtepunten per categorie opnoemen en daarna zal ik zeggen wie volgens mij heeft gewonnen. Houd er ook rekening mee, hè? het is natuurlijk gewoon mijn eigen mening, dus het is subjectief. Uh, ik kan me voorstellen dat misschien iemand anders denkt: van, Nou, ik had eigenlijk verwacht dat iemand anders had gewonnen, of uh, het ja, zus of zo, of misschien juist wel mee eens is. Laat, laat het me gewoon weten in de comments. Ik vind het leuk om ook te reageren op jullie comments. En uh, ja, weet je, het kickbox is een mooie sport. Er gebeurt zoveel. Er zijn verschillende organisaties. Er zijn altijd te veel gevechten om op te noemen. Um, maar ik ga graag uh, het gesprek aan in de comments. En uh, ik ben ook gewoon heel erg benieuwd naar wat jullie ervan vinden. En waarvan jullie denken. Nou, deze persoon of dit gevecht had echt terug moeten komen in het beste van 2022. Yes, we gaan beginnen met de eerste categorie. Opkomend talent van 2022. En dit is ook echt waar ik op hoopte. Aanwas van nieuwe vechters, van nieuw talent. Afgelopen jaar 2022 stond echt in de teken van nieuwe vechters die getekend werden, die weer opgemerkt werden door het grote publiek. En ja, dat is ook echt waar ik uh, natuurlijk afgelopen jaar heel op gehamerd heb in mijn eerdere podcast. Gewoon, het kickbox heeft nieuwe sterren nodig. Nou, laten we in ieder geval een aantal hoogtepunten, een aantal vechters die mij opgevallen zijn uh, benoemen. De eerste. Getekend bij Glory. Amat Chickmoussa uit Duitsland. Ja, dit is, echt een, uh, dit is echt een talentje. En dit is echt een, uh, een vechter waarvan ik. Het zou me niet eens verbazen als hij voor het einde van het jaar nog tegen de kampioen Patch heeft gevochten. Jongen van 22 in het vedergewicht. Ja, hij heeft uh, twee winstpartijen op zijn naam staan. En de volgende wedstrijd staat alweer geboekt voor Glory 83. Ja, zijn debuut was echt verschrikkelijk goed. Hij uh, vocht tegen Rafiq Habiat uh, tijdens Glory 81. En. Hij won gewoon op een knockout, eigenlijk op een technisch knockout met drie knockouts in één ronde. En uh, ja, dan, dan, dan start je je carrière bij een hele grote organisatie echt met een knaller. Ja, de volgende, die kan hier natuurlijk niet aan ontbreken, moet wel zeggen, misschien een beetje gek, want ik zeg opkomend talent, maar deze persoon is ook nog eens wereldkampioen geworden afgelopen jaar. Andy Sammeler uit Curaçao, ook getekend bij Glory in het weltergewicht, daar is hij op dit moment kampioen. En uh, de road naar zijn kampioenschap was uh, als volgt. Hij had dus uh, in zijn debuutpartij tijdens Glory Rivals... sloeg die Skodran Verzelli knock-out. Ja, hij maakte echt de knallen van een introductie. En uh, dus dat waren... Uh, ja, iedereen dat natuurlijk... Uh, het, was, het maakte lijken ik een veelbelovende debuutpartij heeft hij gemaakt. Dus uh, ik had het niet verwacht... maar ik kreeg daarna gelijk een titelwedstrijd tegen Alim Nabiev... en ze vochten voor de vakante weltegewichttitel... Andy Semeleer won deze wedstrijd volgens de jury. Um, ja, net als velen was ik het daar niet helemaal mee eens. Ik dacht namelijk dat Alim Nabiev voldoende had gedaan om ja, deze wedstrijd te winnen en kampioen te worden. Uh, is dus niet uh, gebeurd. Um, ja. dus, dus, dus hij is nu kampioen. En dat maakt het misschien een beetje gek om te zeggen dat hij een opkomend talent is. Maar tegelijkertijd. Ja, ik had gewoon natuurlijk meer wedstrijden van hem willen zien voordat hij die titelpartij zou krijgen. Maar je ziet gewoon dat het talent daar is. En ik verwacht ook dat in 2023 dat hij alleen maar beter gaat worden. En ik hoop dus ook echt dat hij een rematch krijgt met Alim Nabiev. Om echt te laten zien van, ik hoor hier thuis, ik ben de kampioen. En ik wil ook laten zien dat ik de kampioen ga blijven. De volgende persoon waarvan ik dacht, holy shit, dit is, dit is echt iemand voor uit te kijken. Dat is namelijk Stefan Latescu uit Roemenië. Vocht in K1, is nog maar 21 jaar oud en sloeg de toernooi toernooikampioen Mahmoud Satari uit Iran keihard knock-out. En ja, dit is echt een mooie wedstrijd. En ik zou zeggen, ga deze partij ook even kijken, want die knock-out was echt verschrikkelijk lekker. En ja, een hele mooie wedstrijd gewoon aan uh, zich. Um, dus het is echt een talent om naar uit te kijken. Ik ben benieuwd wat K1 gaat doen, want dit is natuurlijk een iets zwaarder gewichtsklasse. En in K1 heb je toch meer de wat lichtere gewichtsklassen. Dus uh, ik, ik ben echt benieuwd naar uh, hoe hij zich gaat ontwikkelen. De volgende vechter die ook enorm veel naam heeft gemaakt het afgelopen jaar is Chad Collins uit Australië. Ja, hij is van origine eigenlijk een Muay Thai vechter. Nou, Muay Thai hè, lijkt een beetje op kickboksen, alleen mag je daar ook nog eens ellebogen gebruiken. Wordt veel meer geclinched, veel trapwerk. Het is toch een net ander spelletje, een heel ander ritme dan kickboksen. Dus ja, een overstap maken uit kickboksen is niet altijd makkelijk. Maar hij heeft het wel gedaan en ook heel succesvol. Want afgelopen jaar heeft hij een aantal kickboxpartijen gedaan en hij is ongeslagen. Hij heeft namelijk oud-Rise kampioen Naoki knock-out geslagen. Tijdens Glory Rivals 4 in Tokio heeft hij een dominante performance neergezet tegen Hiroki Kasahara. Ja, alles wat hij doet is hard. Gewoon afhoudtrappen, keiharde trappen. Um, hij, hij, je ziet ook dat hij plezier heeft in wat hij doet. Um, ja, hij is echt een talentvolle vechter. En ik, uh, kijk, hij staat niet in de Glory-rankings, ondanks, ondanks dat hij tijdens Glory Rivals vocht. Maar ik zou hem echt heel graag terug willen zien in het kickboksen. Ja, ik geloof dat hij bij Rise getekend is. Dus wat dat betreft, ik uh, laat hem lekker nog meer in Rise vechten. En uh, wie weet ooit gewoon een wedstrijd tegen de huidige uh, Glory en Rise kampioen Patch. Dat zou echt een hele mooie wedstrijd zijn. De laatste persoon voordat ik de winnaar van deze categorie vertel is... Tessa de Kom uit Nederland. Tijdens Glory Rivals 4 maakte zijn debuut bij Glory. En holy shit, wat was dat een mooie wedstrijd. Nou, ze volgt dus namelijk tegen Manazo Kobayashi. Is uh, een Rise kampioen en ook een, een Glory title contender geweest. Zij volgt namelijk uh, eerder in het jaar tegen Tiffany van Soest. En Tessa de Kom... In de eerste ronde een perfecte stoot slaat ze maar na zo Kobayashi naar het canvas. En ja, daarna heeft ze gewoon echt een dominante wedstrijd gemaakt. En heeft zij die wedstrijd dus gewonnen. Dus als jij een title contender verslaat in je debuutpartij, ja, dan, dan ben je gewoon getalenteerd. Dan ben je echt goed. Dus uh, ja, the future is bright. Ik uh, ben echt benieuwd naar uh, wat zij de toekomst uh, van het kickboxen te bieden heeft. We zijn aangekomen bij de winnaar van opkomend talent van 2022. Um, voor mij was het duidelijk. Jay Overmeer uit Nederland getekend bij Glory. Ja, deze gast die is echt mega getalenteerd. Heeft afgelopen jaar ook drie overwinningen geboekt. Uh, in één jaar ook nog eens twee knockouts uh, op zijn naam staan. Uh, sloeg Jos van Belzen in zijn Glory debuut knockout. Rodrigo Minero sloeg hij ook uh, technisch knockout. En Robin Siric heeft hij ja, met een dominante performance echt een ja, hij heeft een clinic gegeven. Hij was zo ontzettend sterk in die wedstrijd. En ja, dit is echt een jongen waarvan ik denk... Nou, die gaat volgens mij nog voor het einde van 2023 een titelgevecht krijgen. Maakt niet uit wie de kampioen is. Ik, ik weet gewoon bijna zeker dat hij die titelwedstrijd gaat krijgen. Want hij is echt heel goed. Zijn, zijn kickboxing flow is gewoon heel relaxed. Hij combineert lekker alles hard. Hij heeft knockout in ieder deel van zijn lichaam zitten. Dus hij kan je met een knie neerhalen, met een stoot. Um, hij is ook nog een jonge gast. Dus ja, weet je, ook bij hem weer. The future is bright. Sky is the limit. En uh, ik denk echt dat. Um, het zou me niet verbazen als hij in ieder geval binnen een aantal jaren kampioen is binnen Glory. We gaan door, we gaan door, we gaan door. De volgende categorie: Knockout van 2022. Ik moet wel zeggen. Afgelopen jaar zijn er ontzettend veel knockouts geweest, maar ik moet je eerlijk zeggen, er was niet echt een knockout die gelijk bij je te schoot van holy shit, dit is de knockout van 2022. Dus ik heb echt heel veel gevechten teruggekeken. Ja, natuurlijk, dat is natuurlijk een mooi feest, want ja, al die wedstrijden terugkijken, dat is gewoon prachtig. Um, maar goed, we gaan eerst even een aantal wedstrijden benoemen waarvan ik dacht, nou, dit zijn wel echt hele mooie knockouts. En daarna zal ik de winnaar van knockout van 2022 vertellen. We trappen hem meteen af met een hele mooie. We hebben die persoon al eerder genoemd. Amad Chikmoussa. hij sloeg Rafik Habiat knock-out en is glorie 81. En holy shit, ja, hij ging al, uh, hij sloeg uh, Habiat al twee keer eerder neer na het canvas in, uh, in de eerste ronde. En um, ja, op een gegeven moment uh, sloeg hij hem weer aan met een, uh, met een uh, knietje naar het lever. Hij zakte bijna in elkaar, bleef nog rechtop staan. De scheidsrechter zei ga door en kwam met de linker van een juwelste en sloeg Habiat. Kaihar knockout, wat een knockout! out uh, Dit is echt een wedstrijd die je ook even moet kijken. Het had gewoon alles. Hele mooie wedstrijd. Ja, hij heeft nu dus nu al wat ik eerder zei, twee gevechten gehad. En de derde staat alweer geboekt voor Glory 83. Dus uh, ja, ik kijk echt uit naar wat zijn, uh, ja, wat, hoe zijn carrière zich gaat ontwikkelen. Want dit is echt een talentvolle vechter. De volgende persoon: Golapar Weesakrek tegen Tajo Shiratori tijdens de match. De match was een evenement waarbij K-1 en Rice samen werden gevoegd. En dat die vechters met elkaar konden gaan vechten na nou, echt. Dit was ook echt een hele mooie knockout. out Die Tajo die kennen we natuurlijk wel van Glory Rivals 4. En hij vocht dus tegen Gonapar, een voormalig K-1 min 62,5 kilogram kampioen. Kleine jongen, Thaise jongen. Uh, heel klein, maar agressief. Hij komt om jouw kop eraf te slaan. En dat deed hij. Rechthoek vol op het gezicht van Shiratori en naar het canvas. Dus ook echt een hele mooie knockout. Ja, deze knock-out deze kon absoluut niet ontbreken aan dit lijstje. Namelijk Jamal Bensadik, die Benjamin Adekbui keihard knock sloeg tijdens Glory 82. Ja, dit was ook echt een beladen wedstrijd. Ze vochten namelijk een keertje eerder tegen elkaar. Toen heeft Jamal Bensadik ook gewonnen. Dit was namelijk in de finale van een acht-mans-toernooi en ze hadden natuurlijk allebei op diezelfde dag al twee gevechten eerder achter de rug en dus ze kwamen al best wel beschadigd die wedstrijd in dus dit was een wedstrijd om te laten zien wie nou echt de beste was zonder dat ze een partij eerder hadden gevochten maar ook in deze wedstrijd weer was uh, Benson die te sterk voor Adikboi en in de, in de wedstrijd was ook al voorbij voordat hij begon. Want ja, hij sloeg Adakboe al vrij snel neer in de eerste ronde. En vrij snel daarna kwam hij met een barrage van stoten. En ja, ja, werd hij gewoon uh, keihard naar koud geslagen. Hè? Ja, deze Jamal. Deze Jamal, mensen die nu bij Mike's Gym traint. Volledig afgetraind is. Um, hij ziet er fit uit. Hij is scherp. Hij slaat hard. Hij is, Begrijp me niet verkeerd. Hij sloeg altijd al hard. Maar dit is echt een. Uh, ja, Als je deze Jamal-mensen die ik tegenover Riek of Hoeve aanzet, nou dan, ja, dat is iets om naar uit te kijken. Dan, ik ben wel benieuwd hoe die wedstrijd zou gaan. Het zou dan misschien de vierde keer zijn dat ze tegen elkaar vechten. Maar weet je, deze twee mensen zorgen er gewoon altijd voor dat er een mooie wedstrijd uitkomt. Dus dit is iets wat ik heel graag nog in de toekomst zou willen zien. De laatste knockout die ik met jullie ga delen, voordat ik de winnaar van Knockout van 2022 bekend ga maken, is geworden. Tijani Bestati die Josh knock-out slaat in een titelverdediging tijdens Glory 80, het studio-evenement. Ja, dit was een hele mooie wedstrijd. Beide vechters zijn mega getalenteerd. Bestati is op dit moment echt een kampioen die, um, die op dit moment onverslaanbaar lijkt. Echt een hele sterke vechter. Ja, Josh Jonesy al heel erg lang getekend bij Glory, heeft ook tegen de beste van de beste gevochten. Heeft tegen Giorgio Petrosian gevochten, City Chai Sitsong Pinong. Uh, Marat Grigorian Koprivlensky, Hij gaat geen uitdaging uit de weg. Het is echt een getalenteerde vechter. En, um, ja, hij vocht dus tegen Tijani Bestati, moest helaas aan het kortste eind trekken. Want Bestati sloeg Jouncy in één ronde drie keer naar het canvas. Met de laatste knockout met een linkerhoek. Ja, een hele mooie knockout. En een hele mooie wedstrijd om naar te kijken. moet wel zeggen, George Jouncy had tijdens corona helemaal niet gevochten. En kreeg gelijk een titelverdediging, even een, een titelpartij. Mooie wedstrijd, maar ja, ik had toch liever gehad dat Josh Jones hier nog eerst even een wedstrijdje ertussen door had genomen. Zodat hij even weer in, in het wedstrijdritme kon komen. En dan voor de titel tegen bestaat hij. En ik denk dat die wedstrijd, want ik hoop dat hij nog ooit gaat komen. Ja, dat is echt vuurwerk waarbij beide levels gewoon precies hetzelfde zijn. En dan heb je denk ik een iets meer competitievere wedstrijd. Maar buiten dat om, dit was echt een hele mooie knockout en het zeker benoemen waard. We gaan door naar de winnaar van knockout van 2022. Japaner, Kosa Yamada, slaat de Nederlander Jan Kaffa. Keihard knock-out in rise. Holy shit, ja, deze wedstrijd was echt heel erg vet. Uh, Yamada en, 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 en Jan Kaffa, die, ze waren constant in gevecht. Een mooie Brawl. En het gevecht eindigde in een rechter-directe vol in de counter op het gezicht van Kaffa. En hij ging keihard neer. Nou, het was een hele mooie wedstrijd, maar het was wel echt duidelijk dat Kosa de betere vechter van de twee was in deze wedstrijd. het was ook de op één na laatste wedstrijd voor zijn pensioen van uh, Yamada. Want uh, ja, zoals jullie misschien wel weten, in Glory Rivals 4 in Japan vocht Kosa Yamada tegen de kampioen Patch, de Glory and Rise kampioen en dat was zijn uh, laatste wedstrijd. eigenlijk wel jammer dat die Japaner met uh, pensioen gaat, want je ziet gewoon dat het talent daar zit. en ja, ik had eigenlijk wel meer wedstrijden van hem willen zien. Uh, ik vond het echt een uh, hele vette, uh, hele vette vechter. Dus, uh, maar ik wens hem absoluut het beste toe. en uh, hij wint volgens mij de knock-out van 2022. Yes, we gaan door, we gaan door. We gaan door naar de volgende categorie. Het beste evenement van 2022. Naar mijn mening, het afgelopen jaar was echt het jaar van de samenwerkingen. Meerdere kickboxorganisaties hadden een samenwerking. Uh, denk alleen al aan Rise en K1 die samen de match hebben georganiseerd, waarbij de beste vechters van Rise en de beste vechters van K1 tegenover elkaar stonden. Glory heeft natuurlijk een nieuw label, Glory Rivals. En daarin was een samenwerking met Rise. Ze hadden ook een samenwerking met Infusion. Um, als je echt een beetje verder wil kijken, er waren ook meerdere samenwerkingen met andere vechtsportorganisaties. Uh, misschien wel MMA, maar Rise en Bellator hadden een samenwerking. Nou, ik, het was echt wel het jaar van de samenwerking. En daaruit zijn een aantal mooie evenementen gekomen. Ik heb gekeken naar ja, welke evenementen vond ik nou echt benoemingswaardig. En... Um, er waren echt, begrijp me niet verkeerd, er waren heel veel mooie sterke evenementen. Maar ik heb er drie waarvan ik dacht, dit zijn veruit de beste evenementen van het afgelopen jaar. We beginnen met het eerste evenement waarvan ik dacht, nou dit is wel echt een van de allerbeste evenementen van het afgelopen jaar. En dat is Glory Rivals 4 in Japan. Ja, dit was echt uh, een hele mooie afsluiter van het jaar. Echt uh, hele mooie wedstrijden werden hier neergezet. En dit was eigenlijk een, uh, ja, dit is een samenwerking tussen Glory en Rise. Ja, Glory heeft natuurlijk onder de naam uh, Glory Rivals meerdere samenwerkingen met andere organisaties. En in dit geval dus Rise. Dus Glory, de beste van Glory, stond tegenover de beste van Rise. En uh, het mooie aan deze samenwerking vind is dat. Uh, vind ik dat is... Um, ja, Glory is, heeft, heeft zich met name georiënteerd op het westen van de wereld. En Rice zit in Japan en oriënteert zich met name op het oosten van de wereld. En die twee werelden die samenkomen, zorgen ervoor dat er een unieke saus over het evenement werd gegooid. Waarbij een beetje dat westerse en het, dat oosterse samenkwam. En, en dat vind ik goed. Want um, ja, weet je, er zijn zoveel verschillende organisaties, zoveel verschillende vechters. En iedere, iedere organisatie heeft ook zo zijn eigen beste vechters. En, ja, weet je, je wil gewoon dat de beste tegen de beste in de wereld tegenover elkaar komen te staan. En dat was binnen die lichtere gewichtsklassen in dit geval ook wel echt zo. Want niet alleen stond de kampioen binnen Glory Patch te vechten op het evenement, maar stonden ook echt high-level athletes van Rice te vechten. kampioenen stonden daar te vechten. En ja, dat zorgde er echt voor dat je een... Uh, ja, dat het echt een bepaalde jeu gaf waardoor je echt dacht van, nou, dit is echt wel een evenement waarbij wij waar echt voor wilden gaan zitten. Dus... Uh, om een paar voorbeelden te noemen, uh, Kaito Ono stond tegenover Stojan Koprivlenski. Nou ja, Stojan Koprivlenski komt natuurlijk af van een uh, titelwedstrijd met Bestati. Nou, Kaito kwam af van een hele mooie wedstrijd tegen Masaaki Noiri. Nou, allebei gewoon, ik denk wel, het, in, laat ik het zo zeggen, sowieso top 10 van de wereld, deze twee gasten. En die hadden echt een hele mooie wedstrijd. Het was ook zo close dat je eigenlijk bijna niet kon zeggen wie had deze wedstrijd nou gewonnen... En uiteindelijk de winst ging naar Kento. Natuurlijk, uh, heel veel fans van uh, Stojan waren het niet mee eens. Um, ik had zoiets, het kon beide kanten opgaan. Maar dit liet gewoon zien dat de beste van de beste met elkaar aan het vechten waren. Ook Kento Haraguchi kwam aan bod. Dat is natuurlijk de grote ster van Rise. Uh, sinds uh, Tenshin Asakawa daar niet meer bij zit. Nou, hij vocht tegen oud-Glory-kampioen Sergei Adamchuk. Ja, ook een hele mooie wedstrijd. Maar je zag dat Haraguchi gewoon 100% de betere was van deze, in deze wedstrijd. Hele mooie wedstrijd om te zien. Um, ook om, om even te noemen, Manazo Kobayashi natuurlijk, uh, een Glory titelcontender. Uh, ja, zij vocht met Tessa de Kom. Ja, Tessa de Kom, uh, debutant binnen Glory, maar alsnog gewoon echt een hele mooie wedstrijd neergezet. En zo waren er meer wedstrijden. Nels Chad Collins, die, uh, vecht, die vocht ook op het evenement. Uh, Kosa Yamada tegen Patch natuurlijk, uh, in de afscheidswedstrijd van uh, Kosa Yamada. Dit was nou echt... Ja, die sfeer die je in Japan krijgt, die krijg je bijna nergens. En dat, die, die, die combinatie met Glory, dat was echt heel erg lekker, heel erg fijn om naar te kijken. Dus ook echt het waard om dit evenement terug te kijken. Ja, de volgende, volgende evenement die ik graag wil benoemen. Misschien, ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken dat dit misschien het beste evenement is van het afgelopen jaar. Maar deze staat voor mij op nummer 2, Glory Collision 4. Ja, dit was ook echt. Natuurlijk een heel mooi evenement wat helemaal in teken stond van Badr Hari tegen Alistair Overeem. Niet alleen dat, er waren ook vier titelwedstrijden. Dus echt de beste van Glory vochten tegen elkaar. En um, ja, het enige wat jammer was is dat er geen enkele knockout is gevallen tijdens het evenement. Kijk, ja dat is echt heel erg jammer. Maar weet je wat het is? Als je de allerbeste tegen elkaar laat vechten. dan vallen er gewoon minder snel knockouts, Omdat ze allebei 100% voorbereid zijn op elkaar. maar echt op alles. Dus het is gewoon veel moeilijker om die knockout te forceren. als je een tegenstander hebt die minstens net zo goed is als jijzelf. Dus ja, dat krijg je gewoon bij het hoogste niveau. Maar echt, ja, echt een heel mooi evenement. Natuurlijk Badr Hari tegen Alistair Overeem. Dat um, was een beetje een gekke situatie, want nadat Overeem gewonnen had. kwam Badr Hari. Met dat hij erover nadenkt dat hij gaat stoppen. Dus dat was een beetje. En Rieke of kwam in de ring om Alistair Overeem hem uit te duiken. Dat was een beetje een gekke situatie. Maar ja, buiten dat om. Tijani Bestati en Stojan koprij Die vochten met elkaar voor de lichtgewicht kampioenschap. Echt een mooie wedstrijd. Ook, dit is echt een wedstrijd die je terug moet kijken. High level kickboxing. Uh, Sergej Maslobojev uh, werd kampioen. Tegen Tarek Kababes, omdat de titel vakant was geworden. Uh, ook uh, misschien wel uh, kun je, je nog wel herinneren, was het absoluut niet eens met de beslissing. Maar ja, dit was echt uh, ook een hele mooie wedstrijd. Uh, Patch de kampioen op 65 kg, verdedigde zijn titel tegen Abraham Vidales. Ook een mooie wedstrijd. Uh, kampioen Tiffany van Soes kwam uh, uh, aan bod in deze wedstrijd. Uh, dit evenement. Uh, Revy Lichter, Levi Richters vocht ook op dit evenement. Ja, dit waren echt... Uh, er zaten heel veel mooie wedstrijden tussen. Dus en daarom ook echt een van de mooiste evenementen van het afgelopen jaar. Maar dit was niet het mooiste evenement van het afgelopen jaar. De winnaar van het beste evenement van 2022 gaat naar... Je raadt het misschien al... De match. Ook al bekend als Tension Nazukawa tegen Takeru. Ja, dit, is, uh, dit was zo'n evenement waarbij een samenwerking plaatsvond. Het was echt een, uh, een groot evenement. Dat is echt... Ik kan niet uitleggen hoe groot het evenement was. Ja, dit was um, de beste vechters van RICE, ...vochten tegen de beste vechters van K-1. En natuurlijk de hele reden waarom dit evenement tot stand is gekomen... ...is natuurlijk dat Tenshin Nasukawa en Takeru met elkaar gingen vechten. En dit was natuurlijk een lang verwachte wedstrijd. En ja, dit had echt, dit had echt een big event feel. Uh, er waren echt een half miljoen pay-per-views verkocht. En de zaal, in de zaal zaten er 56.000 mensen. Het had echt een beetje die... Ja, die classic K1 uh, jaren 90 fight vibe, een beetje die big, big event feel. Ja, de zaal was zo groot dat wanneer de omroeper de namen van de vechters omriep, nou, ja, je hoorde gewoon een echo in de zaal. Dus dat zegt wel over hoe groot die, die, die arena was. En gewoon die sfeer die daar hing. En wat ik al zei, de beste van de beste die vochten met elkaar. En dus Kento Haraguchi die vocht tegen Hideaki Yamazaki van K1, sloeg hem knock-out, Echt een mooie wedstrijd. De eerder genoemde Kaito Ono, die vocht ook op dit evenement tegen Masaaki Noiri. Masaaki Noiri natuurlijk uh, echt een van de grootste talenten binnen het kickboksen. Ja, dit, dit, dit gevecht was trouwens echt heel goed. Echt high-level kickboxing, technisch, strategisch. Ging enorm gelijk op, zo gelijk op dat er een extra ronde nodig was. En ook in die, die extra ronde was het heel moeilijk te zien wie nou eigenlijk echt de winnaar van de wedstrijd was. Maar uh, Kaito Ono kreeg de winst. Dus uh, ja, echt een mooie wedstrijd. Uh, ja, wie nog meer Rukia Ampo. Hij vocht tegen de eerder genoemde Kosa Yamada. Die natuurlijk de knockout van het jaar heeft gewonnen volgens mij. Um, Gonopla Wersacek. Hij vocht tegen Tadjo Shiratori. Jaman um, kwam, uh, uh, kwam ook aan bod. Dit was echt, echt, echt een mooi evenement. En alle gevechten staan op YouTube. Ga ze kijken. Ik zal ze ook hierbij linken. Uh, heel mooi evenement. Als ik dan moet zeggen, nou, wie heeft dan het jaar gewonnen, dan kan ik wel echt zeggen dat Rise echt de winnaar van het afgelopen jaar was. Want die samenwerking met K1, die samenwerking met Glory, dat heeft er echt voor gezorgd. Zij, ja, zij zijn niet bang om hun beste vechters tegen de beste vechters van andere organisaties te laten vechten. Dus eigenlijk, ja, weet je, dit laat maar zien um, wat er allemaal mogelijk is. En ik hoop echt dat volgend jaar, volgend jaar, ik bedoel in dit jaar, 2023, nog meer samenwerking gaan plaatsvinden dat de beste tegen de allerbeste gaan vechten. We zijn aangekomen bij de ene laatste categorie van het beste van 2022. Namelijk de beste vechter van het afgelopen jaar. Ja, ik vond dit wel een hele lastige. Um, er waren natuurlijk heel veel vechters die zich na die naam hadden gemaakt het afgelopen jaar. En dan heb ik het met name over de opkomende talenten. Maar van de gevestigde orde, um, staken er. Ja, voor wat mij betreft, echt twee vechters met koppen schouders bovenuit. Maar. Um, er zijn wel een aantal andere vechters die ik het benoemen waard vind. En we gaan beginnen met Tijani die uit Marokko. Ja, hij vocht natuurlijk uh, in het begin van het jaar tijdens het Glory Studio event tegen Josh Jouncy. Daar hebben we natuurlijk eerder over, uh, over gehad. Een uh, hele mooie wedstrijd was dat. En ja, Tijani Bestati heeft laten zien dat hij echt een hele sterke kampioen is. En heeft zijn titel echt met vlag en wimpel uh, verdedigd tweede wedstrijd van het jaar en dat was, het, uh, was tijdens Glory Collision. Dat was uh, dus tegen Stojan Koprivlenski. Daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. Beide mannen hebben een hele mooie wedstrijd neergezet. Ja, Tiziane is echt al een van de beste vechters van het afgelopen jaar. En sowieso een van de beste vechters uh, in de algemeenheid. De volgende vechter die afgelopen jaar echt naam heeft gemaakt is Antonio Plazibald uit Kroatië. Ja, hij heeft natuurlijk uh, voor, niet afgelopen jaar, maar jaar daarvoor heeft hij uh, Benjamin Adekbui kerst knock-out geslagen. En uh, ja, dat heeft hem echt op de kaart gezet. En uh, sindsdien is hij ook al Rico Hoeven aan het uitdagen van... ik wil met je vechten, waar ben je? En ja, die, dat gevecht kreeg hij niet. Want Rico Hoeven had zijn eigen evenement georganiseerd en heeft daarin gevochten. Uh, zou eigenlijk met Alistair Overeem gaan vechten, maar dat ging ook niet meer door... omdat Overeem gepakt is uh, op het gebruik van verboden middelen. Ja, Antonio Plazibat, die heeft in de tussentijd... Niet stilgezeten, hij dacht bij zichzelf, ja weet je, als ik dat gevecht niet ga krijgen, dan ga ik gewoon mensen knock-out slaan totdat ik dat gevecht krijg. En dat heeft hij gedaan. Hij sloeg Tarek Babes knock-out. Hij sloeg Raul Katina's knock-out. Dat zijn niet per se de grote namen, maar hij heeft, wel echt, hij heeft zich wederom bewezen dat hij de volgende vechter is voor Rico Verhoeven. En ik denk als je kijkt naar wie er allemaal in de zwaargewicht divisie zitten, dan, dan kan je wel stellen dat hij degene is waarvan iedereen verwacht dat hij Rico Verhoeven het meest moeilijk zal en kan gaan maken. En um, ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar die wedstrijd. Dus uh, vandaar is dat ook een, uh, zeker uh, het benoemen waard. Ja, de volgende twee vechters zijn dus de vechters waarvan ik denk deze staken er met kop en schouders boven nijd. De eerste persoon die ik ga noemen, hebben we ook al eerder benoemd in deze podcast. Namelijk de Japanner, Kaito Ono. Ja, hij zit op een 15 fight win streak. Dat is echt bizar. 15 wedstrijden op rij gewonnen. En dat heeft hij niet tegen de mensen gedaan in het afgelopen jaar. Namelijk tegen, natuurlijk eerder benoemd, Stojan Koprivlensky. Hele mooie competitieve wedstrijd waarbij Kaito Ono aan het langste eind trok. Sammo Petje heeft hij verslagen. En hij heeft Masaaki Noiri verslagen in een zeer competitieve wedstrijd. Masaaki Noiri natuurlijk eerder over gesproken. Afgelopen jaar stond hij ook als een van de no genomineerde vechters van het jaar... Uh, ja, het is een groot talent, K1-kampioen. En uh, als je hem verslaat, ja, dan, dan hoor je hier gewoon thuis in dit rijtje. Ja, Kaito Ono is echt mega technisch, heel erg strategisch hoe hij vecht. En ik ben heel erg benieuwd naar wat 2023 voor hem gaat betekenen. Want hij zit natuurlijk bij Rice, heeft een Glory vechter verslagen, een K1 vechter verslagen. Ik ben benieuwd of er weer een samenwerkingsverband komt tussen organisaties en dat hij zich weer kan bewijzen op het uh, grote podium. Want ja, het is echt, echt een talentvolle vechter. Ik hoop. Dat hij, ja, stiekem hoop ik dat hij gewoon ooit tegen de kampioen van Glory komt te staan, Tijani Bastati. Dat zou echt een hele mooie wedstrijd zijn. Maar we gaan door naar de winnaar van de vechter van 2022. En jullie konden het misschien een beetje raden. Pat Panomrung, Kianmukau, of kort gezegd de Patch uit Thailand. Ja, zijn afgelopen jaar was echt een, een bewogen jaar. Hij begon het jaar met twee Muay Thai gevechten. Natuurlijk is dat anders dan kickboksen. Die had hij helaas verloren. En wat ik al zeg, dit is de kickbox podcast. Dus ik ga dat niet meetellen. Hij heeft drie kickbox-winstpartijen op zijn naam staan. Namelijk, hij verslagen Kento Haraguchi. En daarmee is hij ruiskampioen geworden. Hij heeft zijn glorietitel verdedigd tegen Abraham Vidales. En hij is voormalig reiskampioen verslagen in Kosa Yamada. Ja, dit was gewoon echt een heel mooi jaar voor, voor Patch. En hij heeft gewoon laten zien dat hij. Gewoon een van de allerbeste vechters is op dit moment. En je moet je voorstellen, hij is in het kickboxen sinds 2017 ongeslagen met zes titelverdedigingen in glory. Dat, dat zegt gewoon wat. Nou, kijk, iedereen heeft het altijd over Rico Hoever dat hij uh, onverslaanbaar is en dat hij uh, technisch sterk is. Uh, titelverdediging hier en daar. 100% waar. Maar Patch is ook echt heel goed en kan ook wel aan dat rijtje toegevoegd worden, want hij is echt enorm sterk. We zijn alweer aangekomen bij de laatste categorie, het gevecht van 2022. En deze categorie, ik vond hem heel erg vet, want ja, research doen voor het beste gevecht van 2022. Ja, dan ga je gewoon kijken naar de beste wedstrijden van het afgelopen jaar. En daar zaten me we toch wel paaltjes tussen. Ik moet wel zeggen, ja, voordat ik de research ging doen, Ik wist al wie er zou gaan winnen, want er is maar één winnaar mogelijk. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik in ieder geval wel benoemen welke wedstrijden echt impact hebben gemaakt. Welke benoemens waardig zijn. En de eerste wedstrijd is Tiffany van Soest uit Amerika tegen Manazo Kobayashi uit Japan tijdens Glory 80. Ja, natuurlijk Glory 80 in, uh, in, uh, een apart evenement, want het was natuurlijk vroegtijdig uh, gestopt wegens rellen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mooie dingen zijn gebeurd. Namelijk, het gevecht tussen Van Soest en Kobayashi, dat was binnen het bantamgewicht en dit was een titelgevecht... En holy shit, dit gevecht, ik heb het toen ook al gezegd, dit gevecht had alles. Het had actie, agressie, techniek, strategie, grit, uh, er zat respect, het had knockdowns, het had een knockout. Het, had, het zijn twee vechters die echt kwamen om te knokken, die wilden allebei winnen. Uh, respect voor elkaar, emotie, passie, alles. Dit gevecht had alles. Um, ja, dit is echt een gevecht dat je echt terug moet kijken. Verschillende technieken die aan bod kwamen. Van draaitechnieken tot normale stoten, trappen. Alles zat erin. Um, dit was echt misschien wel binnen Glory... het mooiste gevecht binnen Glory van 2022. Dus ga dit alsjeblieft checken. Ja, het volgende gevecht was tijdens de match. Dus K-1 tegen RISE. En Kento Haraguchi uit Japan namens Rise vocht tegen Hideaki Yamazaki uit Japan namens K-1. En... Beide zijn voormalig kampioen en dit was echt een hele mooie wedstrijd. Uh, beide vechters waren gewaagd aan elkaar. Maar op deze dag, op deze, deze avond, was Kento Haraguchi te sterk voor Yamazaki en domineerde hem. En in de tweede ronde sloeg hij met technische knockout neer. En uh, de scheidsrechter stapte dus tussen beiden en uh, de wedstrijd was uh, bespeeld. En ook echt weer wederom echt een hele mooie wedstrijd om naar te kijken. Volgende wedstrijd was bij One Championship. Ja, ja, Roman Kriklia uit Oekraïne. Hij versloeg Iraj Azizpoor uit Iran. En ja, dit was echt een uh, hele mooie wedstrijd. Want dit was, zeg maar, de finale van het zwaargewicht toernooi binnen One. Um, Roman Kriklia is eigenlijk een licht Hij is daar kampioen ook binnen One. Dus heel veel mensen dachten dat hij deze wedstrijd met vlag en wimpel zou gaan winnen. Maar uh, niets was minder waar. Hij kreeg Iraj Azizpoor tegenover zich. En hij werd al vrij vroeg in de eerste ronde neergeslagen, waardoor hij echt. Heel veel moeite had met herstellen. Hij moest proberen te overleven. En dat is het hem gelukt. Want in de tweede ronde uh, was hij weer hersteld. En hij sloeg die Iras azi zo hard op zijn gezicht en uh, knietjes ertussen. En uiteindelijk uh, uh, sloeg hij hem uh, echt knock out Het was echt een hele, hele sterke wedstrijd, waarbij het alle kanten op ging. Het had alles. Uh, het was echt een bewogen wedstrijd, een hele mooie wedstrijd. Echt een topwedstrijd die ik ook zeker in de beschrijving ga toevoegen ja yes, we gaan door naar de volgende wedstrijd. Kaito Ono uit Japan tegen Masaaki Noiri uit Japan. tijdens de match. Natuurlijk al eerder benoemd. Dit was een uh, hele competitieve wedstrijd die heel erg gelijk opging. Strategisch, tactisch. Alles was geplaatst. Alles was, op, uh, was over nagedacht wat er ging gebeuren. Had een extra ronde nodig om, uh, om beslist te worden. Ja, er waren geen knockdowns ge uh, gevallen in de eerste drie rondes. Maar Japan heeft, laat ik zeggen, K1. En Rice hebben een ander puntsysteem. Ze hebben geen ten-must. Puntsysteem zoals we dat in Glory kennen, waarbij je een winnaar aangewezen moet worden per ronde. Nee, je kan ook een gelijk spel per ronde hebben. En daardoor drie rondes van gelijk spel, dat zorgde voor een extra ronde. En ja, een hele mooie wedstrijd. Ik zou heel graag ook een rematch tussen deze twee willen zien, want dit waren gewoon, dit zijn gewoon twee van de allerbeste op dit, deze gewichtsklasse. Echt een hele mooie wedstrijd. De volgende wedstrijd, de wedstrijd voordat ik de winnaar van het gevecht van 2022 ga vertellen, is geworden. Stojan Koprivlenski uit Bulgarije tegen Tijani Bestati uit Marokko tijdens Glory Collision 4. Natuurlijk al eerder benoemd, maar uh, dit was echt een hele mooie titelwedstrijd. En Tijani Bestati begon ook echt mega sterk, strak, alles geplaatst, tactisch. Uh, Stojan Koprivlensky liet ook zien dat hij er ook in deze klas tussen hoort, dat hij bij de beste van de beste hoort. Maar in ronde 3 zag je al dat hij steeds beter begon te vechten. Maar in 4 en 5 was hij duidelijk beter dan Bestati. En dat maakte ervoor dat dit echt een... Hele mooie wedstrijd was, waarbij het over en weer ging. Uh, uiteindelijk trok, uh, bestaat hij aan het langste eind en uh, bleef hij kampioen. Koprivlensky had wel verloren, maar hij zei: het gaat niet alleen maar om winnen, maar het gaat ook om een, een, goed, neer, een goed gevecht neer te zetten en ervoor uh, te zorgen dat de fans gewoon, ja, weggeblazen worden met een mooie partij. En dat is ook echt gebeurd. Het was echt een hele mooie wedstrijd. We gaan naar de winnaar van het gevecht van 2022. Ja, het kan ook bijna niet anders, maar Takeru tegen Tenshin Nasukawa tijdens de match. Ja, dit gevecht was ten eerste gewoon echt een vet gevecht om naar te kijken. Maar niet alleen dat. Dit gevecht was misschien wel de belangrijkste wedstrijd in het kickboxen sinds Rico Verhoeven tegen Hari. Uh, het is niet uit te leggen hoe groot dit gevecht was. Dit was ook ja, wat ik al eerder benoemd heb tijdens de match. Een soort k 1 tegen Rise-evenement. En ja, dit, deze wedstrijd daar wachten mensen al. Echt Al ontzettend lang op, namelijk Tension die heeft Takeru al in 2015 uitgedaagd, maar hun contracten zorgden ervoor dat dit niet mogelijk was. Nou, uiteindelijk die samenwerking met Kerwan Arise is er gekomen waardoor dit wel mogelijk was. En holy shit, ja, dit had echt een big fight event feel: uh, 56.000 mensen in de zaal, een half miljoen pay-per-views waren er gekocht. Dit was echt uh, de twee allerbeste vechters binnen de respectievelijke gewichtsklasses, 58 kilogram. Dit waren de beste vechters. En ja, dit, dit is een wedstrijd die over en weer ging. De, de wedstrijd begon met dat Takeru vrij serieus uh, in de hoek stond. Tension keek juist best wel ja, speels nonchalant van: dat gaan we even doen. En ze ging vechten, de bel, de bel ging, ze ging vechten. En holy shit, echt een mooie wedstrijd. Tension sloeg. Takeru al vrij snel in de eerste ronde sloeg hij neer. En dat was dus voor Takeru echt het moment van: oké, okay, we moeten even doorgaan. Tweede, derde ronde moet ik echt ervoor gaan. En dat gebeurde. En Takeru staat erom bekend dat als je hem op zijn bek slaat, dan, dan gaat hij gewoon, dan lacht hij gewoon. Dan, dan denkt hij van oké, okay, je hebt mij geslagen, maar nu kom ik, weet je wel. Dus je moet je voorstellen dat er iemand op je afkomt, dat als je hem slaat, hij gewoon blijft lachen. Ja, dat is. Die hele wedstrijd, het was gewoon een, een technisch spektakel met power, agressie, actie, emotie. Um, ja, dit was echt een hele mooie wedstrijd. Uiteindelijk, Tension won deze wedstrijd. Dit was ook zijn afscheidswedstrijd, want hij gaat naar het boksen toe. En ja, na deze wedstrijd heeft Takaru besloten om uh, ja, niet meer onder contract te staan bij K1. Is hij, nou, hij is nu dus een free agent. En uh, ja, je zag gewoon ook de emotie bij beide vechters in hun ogen, allebei huilen. Uh, trots zijn op elkaar. Maar ook uh, een beetje de teleurstelling van het verlies naar de fans toe. Van ja, sorry dat ik verloren heb. Maar de fans hoeven niet die zijn niet teleurgesteld. Dit was echt een mega mooi gevecht. En dit is een wedstrijd die je echt terug moet gaan kijken. Dit was echt een, uh, echt een prachtwedstrijd, wedstrijd, dat kan ik wel zeggen. Ja, dit waren ze. Dit was het. Dit was het beste van 2022. En um, ik ben echt. Heel erg benieuwd wat jullie hiervan vonden. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat jullie misschien niet eens zijn met mijn beslissingen, met mijn winnaars. Um, ja, weet je, als ik iets over het hoofd heb gezien, laat het me weten. Laat me in de comments weten wat jullie ervan vonden. Of jullie dachten: van nou, dit had echt toegevoegd moeten worden aan het beste van 2022. Ik, uh, ik ben echt heel erg benieuwd naar wat jullie ervan vonden. Ik wil ook al lichtelijk vooruitkijken, namelijk naar de toekomst 2023. Ik ben benieuwd dat als jij matchmaker was, welke gevechten zou jij dit jaar willen zien? Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Tipje van de sluier, mijn volgende podcast gaat helemaal in het teken staan van wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus uh, laat het mij weten. Ik ben echt heel erg benieuwd naar wat willen jullie in de toekomst zien. Laat het in de comments weten, laat het mij weten. En dan uh, ga ik daar absoluut op reageren. We zijn alweer aan het einde van deze aflevering gekomen. Bedankt voor het luisteren. Ik had echt heel veel plezier met het maken van deze aflevering. Altijd leuk om terug te blikken en te kijken naar wat de hoogtepunten waren van het afgelopen jaar. En uh, ik wil jullie ook bedanken voor het supporten van de podcast het afgelopen jaar. We gaan dit jaar gewoon weer lekker door. Ik hoop dat jullie blijven kijken. En zoals altijd, like, volg en deel de podcast met je vrienden, familie en kennis. Uh, uh, iedereen die maar iets van Kickbox heeft gehoord of kent en ooit iets heeft gezegd van nou, interessant. Deel de podcast met ze. Want samen moeten we de pracht en praal van deze sport gaan verspreiden. Nogmaals, volg de kickbox podcast ook op Spotify, Apple Podcast, uh, YouTube, Instagram, Twitter. Uh, laat een review achter, geef een like. Uh, ja, dat zou echt heel erg fijn zijn. Daarmee helpen we de podcast uh, samen groeien. En uh, voor nu wil ik alleen maar zeggen tot de volgende podcast. En ik kan al een tipje van de sluier geven. We gaan een beetje vooruitblikken. We gaan kijken naar welke wedstrijden er al gepland staan. Welke evenementen staan al op de kalender. Uh, maar we gaan ook kijken naar welke wedstrijden we zelf graag zouden willen zien. En ik ben ook benieuwd naar welke wedstrijden jullie willen zien. Dus laat het me weten in de comments. En dan uh, ga ik die zeker behandelen. Maar voor nu wens ik jullie in ieder geval een fijne dag nog. En tot de volgende Kickbox-podcast.